Yo, Nintendo fans! Er is één game uit deze Super Mario 3D All-Stars collectie die we nog niet hebben gespeeld. Super Mario 64 met Prinses Toadstool die een liefdesbriefje schrijft aan Mario. En daar is Lakitu met een camera op zijn hengel. En hij zweeft rond op een wolk om het kasteel heen van Prinses Peachioni. En hij gaat onder de brug door. Over het water heen. Ja, ja, ja. Daar gaat hij, jongens. Daar gaat hij. Oh, wat een epische graphics. Wat een mooie boompies. Oh, en daar. Dan is de buis. Met... Mario! Daar is hij dan. En de reden waarom ik hier niet aan begonnen ben, is... Want ik denk dat jullie vinden dat dit er niet uitziet. Laat even weten in de reacties wat je van Mario 64 vindt. En doe een duimpje omhoog als je dit een leuke video vindt. En vergeet niet te abonneren. Maar kijk eventjes als Mario naar je toe komt lopen. Met zijn mooie bakkes. En zijn mooie vierkante handjes. En zijn mooie petje. En hij slaat iedereen de moeder. Hoppakee, pak ze Mario. Mario kan gewoon vechten in deze game. Wahoo! Ground poundje, alles. Hoppakee, vliegen. Lekker. Hij kan wel echt super hoog triple jumpen. Oké, wat gebeurt er? Hier is Lakitu. Hallo, de Lakitu bros hier. We zijn hier live buiten het kasteel van Prinses Peach. Dit was gewoon de allereerste Enzo Knol met zijn vlogcamera. Lakitu Knol. Mario is hier nu. En we zijn aan het filmen, terwijl hij het kasteel binnenkomt. Omdat hij de missende Power Stars gaat zoeken. Oké, Lakitu nu. We gaan naar binnen. Namen Ground Pound. We zijn in het kasteel van Princess Peach. En er wordt gezegd, welkom, er is niemand thuis. Nou, wegwezen. En het is natuurlijk Bowser die ons uit zit te lachen. En waar gaan we nu als eerste naartoe? Kunnen wij hierin? Wij kunnen hierin. Wij gaan naar de Bobbyland. Hey, Bobby's, let's go. Bob Pompey Battlefieldje. We zijn in het midden van de battlefield. En hier vind je alle Power Stars die Bowser heeft gestolen. We moeten eerst met Bobby praten. Hallo? Moet ik met jou praten? Kijk uit als je hier rondloopt. Je wordt verpletterd door een waterbom. De vijandelijke bobbombs willen vechten. En de grote bobbomb heeft de Power Star. Oké, jongens, we moeten naar Mega Bobby. Kan ik hierin? Ik wil hierin. Laat me hierin. Nee? Oké, dan ga ik kruipen als een baby. Baby Mario! Let's go, Mario. Nu tempo. Pak die Goomba. Hoppakee, op je bakkes. Hij maakt gewoon een snoekduik, jongen. Hutse flutsy. Lekker. Oh, daar is ook een sterretje. Oh, maar die zit achter tralies. Oh, wow, 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 wow. Rustig. Kijk, en weet je, een van de redenen waarom ik deze game nog niet heb gespeeld, is de camera. Je wordt helemaal lijp van de camera in deze game. Kijk, oh nee hoor, we liggen alweer beneden. Ah! Ik heb een Bobby gepakt. Weg. Oké, we zijn terug op de brug. Hé, dat rijmt. We gaan weer een epische rap battle doen. Yo, we zijn terug op de brug. Met de Bobby's. Als je online games speelt, wacht je in de lobby's. Maar Mario, die is offline. En ik ben op zoek naar een zwijn. Die zwijn, die is hier boven op de berg. Ik ga hem verslaan. Tantoe erg. Het is maar een bom. En bommen zijn suf. En iedere nacht laat ik een puff. En mijn puff die stinkt. Ik weet niet hoe het klinkt. Maar het klinkt als dat het... Het klinkt beter als dat het zingt. Laten we het daarop houden. Jongens, maak even mijn epische rap af in de comments. Jullie weten hoe het werkt. Jullie weten hoe het moet. Ik ga hier naar boven. Ik ga naar koning Bobomp. Koning Bobomp. Ik heb opdracht gekregen om jou tot de orde te roepen. Hamati. Ik ben de grote big Bobomp. Koning van alles wat ontploft. Koning van kabooms over de wereld. Hoe durf je hier naar boven te komen? Jij heb je geen recht toe. Je mag dan aan mijn hulpjes ontsnapt zijn. Maar je zal mij nooit ontsnappen. En je zal nooit mijn powerster krijgen. Ik daag je uit, Mario. Als je de powerster wil... Dan moet je jezelf bewijzen. Kan je mij van de achterkant optillen? Ik denk het van niet. Oké, nou, dat gaan we dan nog wel eens zien, meneertje. Yo, je bent wel traag, jongen. Je bent nog trager dan Busy. Oké, ik ga rondjes om je heen lopen, vriend. Oh, is het echt zo makkelijk? Is het echt zo makkelijk dat ik je gewoon zo op moet tillen? En dan gewoon zo van de berg af moet plempen? Dag! Doei!
Oh, hij komt terug. Oké, het was niet de bedoeling dat we hem van de berg afplempten, zo te zien. Je moet met eer vechten. Het is tegen de regels om de koning de ring uit te gooien. Oké, Matty. Oké. Jeetje, als het aan jou ligt, dan zijn we morgen nog steeds bezig met dit gevecht, man. Jij bent echt de traagste baas die ik ooit heb gezien in mijn hele gamingcarrière geschiedenis, man. Hallo? Kijk, ik sta achter je. Ik sta nu voor je. Nee! Nee! Laat me met rust. Hier. Oké, ik ga je nu gooien. En dan? Oh, oké. Ontplof je nu? Oh, wacht even. Moeten we dit een paar keer doen? Geen enkel probleem. Geen enkel probleem voor koning Mario. Pak hem nou. Draai even de camera. Oh, wat? Nee, niet voor hem gaan staan. Oh my god. Daar ben ik weer. Achter hem staan. Oh, oh. Deze controls, jongen. Deze controls. Hier. En nog een keer. Oh, wacht even. Dat kon niet twee keer achter elkaar. Laat je mij vliegen, vriend. Laat me met rust dan. Hier. 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 Hebben we de koning Bobom verslagen? Oh, wacht even. Het tempo moet nu omhoog. Oh nee, we zijn klaar. Hij zegt, mijn troepen kunnen nog wel wat leren van jou. Hier heb je de Power Star. Nou, easy, jongen. Lekker hoor. En nu kunnen we een ander deurtje gaan open doen omdat we een powersterretje hebben gevonden. Let's go. Welke deur kan er nu open? Deze deur kan nou open. En waar komen we nu terecht? Wat is dit voor een mooie plek? Auw. Anders spring je eerst even tegen de muur. Dit is het kasteel van Womp. Oké, we gaan naar boven. Let's go. Oh, oh. Ik heb één rode munt gepakt. Ja, gewoon omdat het kan. Jumpy. Ja, rustig aan. Rustig aan. Go, go, go. Hier naar boven. Denk ik tenminste. Niet hier naar boven. Oké. Nee, hier naar boven. We moeten over het trappetje. We moeten de twomps negeren. En go. Yes. Kijk, hier is Peetje Piranha nummertje 2. Eigenlijk moeten we langzaam lopen, maar daar heb ik geen zin in. Oeh, daar donderde ik echt heel bijna vanaf. Spring op zijn hoofd. Ah, nee! Kan ik hier deze rode munt pakken? Ik wil gewoon zo de rode munt pakken. Even met een aanloopie. Let's go. Kom op, Mario. Pak de rode munt. Lekker. Wee. Deze controls zijn zo ouderwets, jongens. Ah, nee! Nu kunnen we alles weer opnieuw doen. Ik ga jullie eerlijk zeggen, jongens. Ik denk niet dat dit een serie wordt. Oké, jongens. We zijn er weer. We zijn bijna bij Twompie, denk ik. Ik weet niet wat deze gast staat te doen. Ben jij lekker aan het chillen, jongen? Ben jij lekker in Chilioniland? Kan ik jou groundpounden? Ja! Dat voelt wel lekker. Oké, we moeten hier naartoe. En dan gaan we hier, denk ik, zo naar boven. Oei! Oh, niet wee. Oké, niet wee. Kan ik trouwens via de muur jumpen? Volgens mij wel. Volgens mij zit in deze game ook wall jumps. Yo, what up, man? What up, big boy? Het maakt me zo boos, zegt hij. We bouwen huizen, jouw kastelen. We maken jullie wegen. En nog steeds loop je de hele tijd over ons heen. Is dat niet de bedoeling van een weg, meneertje Steen? Zeg je ooit dankjewel? Nee, dat doe je niet. Je veegt je voeten af onder mij. Ik ga jou kapot maken. Nou, oké. Helemaal goed. Doe je ding, zou ik zeggen. Ik ben hier. Ga maar. Ja, oké. Ik ga je groundpounden, ja? Hoppakee. Hier zo, kom maar. Doe maar. Ja. En groundpoundje op je rug. Niet op je bakkes. Vandaag niet op zijn bakkes, jongens. Vandaag op zijn rug. Op je rug, vriend. Oh nee, ik ben alweer kapot. Ik ben gewoon een normale steen. Hier, jij wint. Neem dit mee in je leven. Dankjewel. De tweede Power Star. Wop, wop, wop. Het was Bowser die de sterren gestolen heeft. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Er zitten 6 sterren op elke baan. Oké, man. Dankjewel. Kennen we alweer een nieuw dirty openmaken nu of nog niet? Ja, kijk, deze kan open, denk ik. Hallo, Prinses Peachy. Oh, ik kan hier niet doorheen. Oh, maar hier kon je volgens mij wel... Je kan wel een van deze ramen, dacht ik. Kan je door dit raam? Kunnen we hier doorheen? Ja! We gaan naar beneden. Lekker glijden over deze baantje. Pidom, pidom. Lekker Mario Kart. Achtige baan. Oh, dat is een uppie.
Ik wou dat niet pakken, want ik dacht, misschien ga ik dood als ik dat pak. Maar het was gewoon uppie. Lekker. Nice. Ja, oké. Is het een goede tijd of niet? 24,3. Krijg ik hier een sterretje voor? Ja, zeker, man. Zeker wel. Hoppakeetje. De derde Power Star. Hey, dat was een van de kasteels geheime sterren. Nice. Oeh, ja. Nu kunnen we het deurtje openmaken met 3 sterren. Laten we dat ook even doen. Ja. We weten inmiddels hoe het werkt. Je houdt een sterretje omhoog en dan, ja, dan gaat de deur open. Ja, oké. Ja, we gaan er doorheen. Oh nee, jongens. Het is IJsland. Het is sneeuwpopland. De koude berg. Oké, we moeten eerst in het huisje. Maar het huisje heeft geen deur. Heb je dat ooit wel eens gezien? Een huis zonder deur? Ja, Sinterklaas is er wel bekend mee. Die gaat ook altijd met zijn knechtjes door de schoorsteen. Hey, we moeten weer racen. Go. Oh, we moeten die blauwe munt denk ik pakken. Ja, die hebben we. Oké, kan ik... Ah, ik wou hierop. Ik wou erop. Kunnen we deze cheaten? Oh, misschien kunnen we deze wel cheaten. Als ik nou daar naar beneden glij, hè? En ik beland daar op de baan. Zou dat kunnen? Zou dat tellen? Als ik nou hier dadelijk vanaf ga, hè? En ik beland op de baan. Moet ik denk iets verder? Ja, zo. Ja. Ah! Ja. Lekker. Nee! Ah, de cheat werkte. Poging 3, jongens. Ik heb nog 1 leven. Daarna is het klaar. Oké. Hack deze baan. De laatste leven. Weet je wat? Ik ga gewoon even normaal doen. Die laatste leven... Waarom kan ik nou dat ding niet pakken? Moet ik naar voren drukken om sneller te gaan of zo? Oké, mooie jump. Ik zie totaal niet waar ik naartoe moet. Maar het zal wel goed zijn. Oké, bochtje om. Ja, deze kant op. Scherpe bocht naar rechts. Ah, dat is zo'n scherpe bocht. Dat ging maar net goed. Ik weet niet waarom ik sprong, maar ik sprong. Mario begint te schreeuwen voor niks, want hij is alweer op de baan beland. Ja, oké. Ik denk, ik ga wel een beetje langzaam voor mijn gevoel. Volgens mij moet ik echt naar voren drukken om gewoon sneller te gaan. Zijn we snel genoeg? Of maakt het niet uit? Moet ik hier naar buiten? Wat is de bedoeling? Ah, ja hoor. Hallo? Hallo, Pinguin. Sta je daar lekker in het ijswater met je koude voeten? Ik heb even andere dingen te doen, Pinguin. Ik moet even deze Power Star pakken. Woe! Nou jongens, dit is een fantastisch uitziende Super Mario 64. Een game die echt al heel oud is. Ik ben zelf ouder. Dit is pijnlijk. Ik ben ouder dan Super Mario 64. Anyway, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En zet even die meldingen aan. Want dan krijg je iedere dag een berichtje als er een nieuwe video online is. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!